Goedemorgen allemaal. In deze video gaan we bekijken hoe we groepen kunnen maken en wat presets kunnen programmeren. Nou, we hadden al een view gemaakt met de programmer en de groepen. Misschien is dat makkelijk om te beginnen. Hoe maak je nou je groepen? Nou, redelijk eenvoudig. Je zet steeds lampen, bijvoorbeeld one-through. Dat waren met dimme kanalen. Bij een hok, als je one-through doet en dan enter, dan krijg je gewoon alle lampen van dat type. Dus je krijgt niet alle lampen in je showcel, maar alle lampen van type. Dus op die manier kan je heel makkelijk per type selecteren en dan kan je heel makkelijk die groepen maken. Nou, ik heb nu mijn testchannels, mijn dimmers geselecteerd. Druk op record en dan op een groep. Nou, ik kan het gelijk even een naam geven. Dit zijn dan mijn dimmers. Hetzelfde kan ik doen voor de vijpers die ik had. Rond 1 true, dan heb ik al mijn vijpers te pakken. Druk op record en op een lege groep. Gelijk even een naamje geven. De vijpers. En hetzelfde kan ik doen voor de ledparren. Dus we hebben 1 true. Ik kan mijn ledparren. Record. En dit zijn dan ledparren. Nou, als je ledparren hebt. Dit zijn natuurlijk alle hele groepen. Dus alle types bij elkaar. Je kan natuurlijk ook dingen doen als even en oneven. Dus ik kan zeggen van nou, select. Neem even ledparren. Select. Een old ledbar. Die heb je in één keer de andere ledbar te pakken. Dat kan je standaard doen. En je kan ook nog gewoon zelf tikken. Dus je kan zeggen, van, nou, ik wil bijvoorbeeld lamp 201 plus 202 hebben. Plus 205 plus 207. En dan kan je dat ook als groep opslaan. Als je de fysieke wing hebt, zijn er nog wat andere trucjes. Dan kan je met groep en next and previous kan je een beetje à la matrix kan je door je groep heen lopen. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik heb een aantal segmenten. Dat is eigenlijk een beetje interleave bij de MA. En kan je ook buddingen doen, dus grouping bij de MA. En dan kan je met groep en de next and previous putten kan je daar doorheen doen. Op de software lukt dat helaas niet. Maar op die manier kan je ook nog groepen maken. Nou, ik heb groepen gemaakt. Ik heb in ieder geval deze drie hebben gedaan. Ik ga eens even kijken of ik een aantal presets kan gaan maken. En dan gaan we even terug naar mijn palette view. Dus deze drie groepen heb ik. Nou, hier kan je natuurlijk positie, kleur en beam kan je doen. Dus stel dat ik voor de ledbar misschien even wat kleuren presets wil gaan maken. Nou, hoe krijg ik nou een kleur in? Als ik color druk, dan zie je hieronder wat dingen verschijnen. Hue en saturation kan je kleuren maken. Dus hue betekent welke kleur je kiest. En saturation betekent hoe verzadigd de kleur is. Op die manier kan je kleuren maken. Ik kan nog een keer op kleur drukken. Dan kan ik ook met CMY kan kleuren maken. En de wit kan je apart aanzetten. En met de ledbar kan ik ook met intensiteit kan ik mijn kleuren maken. Dus er zijn een aantal verschillende mogelijkheden. Dus kijken hoe dat in de programmer eruit ziet. Dus even voordat ik met intensiteit doe. Ik zeg van nou, ik wil bijvoorbeeld mijn groen wil ik aanzetten. En mijn rood wil ik aanzetten. Op die manier kan je je kleuren maken. Maar ik kan het ook met color doen. En gebruik één type voor het maken van je presets. Tot het moment dat je en die intensiteit door elkaar gaat doen en je CMY gaat gebruiken om kleur te maken, of je hue en saturation gaat gebruiken om je kleur te maken, en je maakt op die manier je kleurpresets, dan kan het zijn dat de overgangen, als je een cue list bouwt, kunnen een beetje rager zijn. Dus gebruik gewoon één type ervoor om dat te doen. En ik denk dat ik er nu even voor CMY ga. Dus ik zeg van nou, ik heb CMY, nou, alles op 0, kom ik wit uit, druk op record en op een kleur. Gelijk op set. Even wij drukken. Ik ga even misschien een rood maken. Erin. En yellow. Er helemaal in. Zo. Record. Zo. Even set. Dus dan mijn red. En op die manier kan ik mijn kleuren ding maken. Dus probeer het tot één type te beperken. Dus of hue saturation. Of CMY. Of intensiteit met red, green en blue. Maar als je het door elkaar gebruikt, kan je wat rare overgang krijgen. Nou, bijvoorbeeld voor de kleur. Nou, zou ik natuurlijk al mijn kleuren maken voor mijn ledparren en voor mijn vijpers en noem maar op. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor posities. Dus stel je voor dat ik mijn vijpers selecteer. Ik ga even naar position. En dan kan ik zeggen, nou, ik wil bijvoorbeeld iets met 20 graden doen en iets met 23 graden tilt. Je kan ook je set ingedrukt houden en op zijn wiel klikken. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil bijvoorbeeld mijn tilt in 90 graden. Zo. En mijn pan wil ik in
0 graden hebben. Dus je kan set ingedrukt houden en dan hierop klikken. Dan kan je het in één keer doen. Druk op records en dan kan ik een positie maken. Nou, zoals met alle lichttafels, als je geen fysieke lamp aan hebt, dan zie je natuurlijk nog niet precies hoe deze positie preset wordt. Maar je kan in ieder geval de positie preset bouwen die je voor je showverhaal nodig hebt. Dus kleur kan ik zo maken, positie kan ik maken en voor beam geldt precies hetzelfde. Stel je voor dat ik, ik zal even een naam geven, position 1, dus de blind positie. Stel je voor dat ik voor mijn vipers wat dingen ga doen. Ik kan op beam heen, nou meerdere keren drukken. Of je ziet hierboven, kan je ook nog kiezen. Door de verschillende gobo-wielen heen, door je iris, je zoom heen, je focus en dergelijke. Dus meerdere keren op beam drukken, kan je door je verschillende opties heen om voor je beam te gebruiken. Dus stel je voor dat ik iets met gobo wil doen. Iets bijvoorbeeld voor mijn gobo, open. En die wil ik opslaan van de beams, record. Ik geef een naam, dit is gobo, open. Dus op die manier kan je je beam preset kan je maken. Kan ik er meer over vertellen? Nou, waar belangrijkste dingen wel. Dus de buttons, meerdere keren drukken, loop je erheen. Bij color probeer gewoon één type aan te houden. Dus of view saturation, of CMY, of bijvoorbeeld de LED-bar met intensiteit voor red, green en blue. En op deze manier kan je je presets bouwen.